Op Wereld Alzheimerdag stapten 35 mensen met dementie op de fiets met een fietsmaatje om aandacht te vragen voor Alzheimer. Vandaag is de Wereld Alzheimerdag en het thema is bewegen. Dus ze hebben ons gevraagd als fietsmaatjes om samen na te denken over een leuke invulling van die dag. Wat wij gaan doen is, het gaat over de regio Zuid-Holland-Noord. En die gaan met z'n allen een stervormige rit maken. Dus alle groepen, Alphen aan de Rijn, Teilingen, Voorschoten, noem het maar, die komen vanuit hun plek naar Leiden toe, waar dan een gezellige middag is georganiseerd. Het thema voor Wereld Alzheimerdag is samen bewegen. Dus wij hebben als afdeling Zuid-Holland-Noord de samenwerking gezocht met fietsmaatjes in onze regio. Om te laten zien dat bewegen heel erg belangrijk is, maar ook dat je samen kan bewegen. En dat is fietsmaatjes een heel mooie uiting van. Daan, jij hebt met je oma gefietst. Ja, was heel erg leuk. Best wel eigenlijk een afstand afgelegd. En ik merk gewoon dat mijn oma er super veel plezier in heeft om dit te doen en samen met mij ook. Dus. Nou, is dit in samenwerking met de Alzheimer Stichting? Je oma heeft ook Alzheimer. Is dat moeilijk? Ik heb het er niet per se moeilijk mee. Je merkt wel gewoon dat alles wat trager gaat en het op de fiets stappen. En ze vraagt gewoon heel vaak dingen, meerdere keren. Maar in principe vind ik het niet echt moeilijk. Ik weet wel gewoon dat ze ervan geniet. En voor de rest is het niet echt moeilijk of zo om dat ze dat heeft.